Zo zie je er heel lekker uit, Patrick. Blijf zitten en wacht op het monster. Ik ga Ned halen. SpongeBob, schiet nou op met dat Ned. Hou vol, Patrick. Ik smaak echt nergens naar, meneer monster. We hebben dat gedrocht uit haar huis verjaagd. En beter nog, alle dieren zijn veilig, want dat enge monster is nu onderweg naar de krokantenkraam! Is dat een monster? Wat een griezel, hè? De duivel op aarde! Stel je niet aan. Nou, ik ga weg. Weg van dit goedkope drama. Niet alles wat onbekend is, is iets om bang voor te zijn. We hebben ze gewaarschuwd. Ik ben bang! Kijk nou, dat is dat enge monster. Monster. Ah, wat onschuldig. Het is een lieve drol. Hij doet me denken aan geld. Monster. Octo! Meneer Krabs? Ze zijn opgegeten en dan vliegt hij weg. Eerst Rupsie, dan Octo. Meneer Krabs, dat monster heeft 3 vrienden te veel verorberd. We moeten de stad waarschuwen. De duivel is hier. Het lot van Bikini Broek ligt in onze handen, Patrick. Kom mee. Ai, ai, kaptein. Oké, Patrick, dit is een hele delicate situatie die met grote zorg en voorzichtigheid moet worden aangepakt. Begrijp het. Rennen allemaal! Lopen! Monsters! Attentie, Bikini Broek wordt momenteel aangevallen door een vreselijk gevaarlijk monster. Geweldig, Patrick, we hebben de stad gered! Wat zou er van de stad geworden zijn als wij dat niet hadden gedaan? Wat bedoel je? Alsof er een orkaan langs geweest is. Waar is iedereen? Ha, die Rupsie! Je zou wachten met veranderen tot ik terug was. Ik stop je wel even in een potje. Ha, die SpongeBob! Sandy heeft dat monster gevangen! Ik wist niet dat ik zo gemist zou worden. Help, zeg! Ik moet vaker de stad uitgaan.